Stichting SUEED heeft vandaag haar jaarverslag over het jaar 2019 overhandigd aan districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla. Penningmeester Sidney Groenberg noemt de inzamelingsactie van 2019 geslaagd, want er werd ruim 1.125.000 SRD opgehaald voor de renovatie van Stichting voor het Kind. Ondanks dit het grootste project is geweest van SUEED, is dit niet zonder meer gerealiseerd. Groenberg meent dat vanwege de pandemie de actie het vorig jaar een tijdje stil heeft gestaan. Vandaar dat de financiële verantwoording pas dit jaar plaatsvindt. De penningmeester geeft de garantie dat dit niet meer zal gebeuren. Nou, we hebben de activiteiten dit jaar een beetje aangepast. SUEED heeft altijd activiteiten georganiseerd waarbij mensen naar ons toe zijn gekomen. Dat gaan we dit jaar niet doen. We hebben wel een burgercocktail drive-thru. Dat is een signature van Stichting SUEED, dus dat gaat door. Maar mensen gaan niet blijven. Dus mensen komen, ze bestellen hun spullen en ze gaan dan verder. We hebben heel erg gefocust op onze sms-actie en we zijn daarover tevreden. Er zijn nog een paar weken, anderhalve week, de tijd dat mensen kunnen sms'en naar 1919. Ze sms'en dan anno en daarmee gaat er een donatie rechtstreeks naar Stichting SUEED en daarmee helpt het natuurlijk aan de uitbreiding en renovatie van het neerdialysecentrum. Dus zo hebben we dat aangepakt op een heel andere manier, want met de pandemie kan je dingen niet doen zoals je dat vroeger deed. We hebben 1 jaar niet ingezameld omdat het gewoon niet mocht en we moesten allemaal wennen aan de nieuwe situatie. We zijn er nog niet, maar we kunnen wel een inzamelingsactie houden. En we zijn tevreden. En we hopen dat het allemaal beter gaat vanaf 10 december. Dat is dus de start tot 21 december. Met betrekking tot de voorgaande inzamelingsacties zegt districtscommissaris Bolla te menen dat ook districtsraadsleden en resortsraadsleden betrokken waren om de maatschappelijke doelen te bereiken. Het is zijn streven om dit bij de inzamelingsactie van 2021 voort te zetten. Bolla geeft het belang aan van de samenwerking met het commissariaat bij de inzamelingsprojecten. Die samenwerking is natuurlijk niet van vandaag, zoals aangegeven. Het is vanaf 2014. En waarom is het commissariaat belangrijk als het gaat om inzamelingsacties? Dan hebben de mensen vergunningen nodig. En wat de districtscommissaris doet, omdat het om iets heel bijzonders gaat, ervoor zorg dragen dat de afhandeling zo snel mogelijk plaatsvindt. En gezien de reacties van de organisatie, blikken ze terug op een vlotte afhandeling van hun verzoek. Dat is één, dat is de samenwerking. De tweede samenwerking, ik gaf het al aan, is iets heel bijzonders, is apart. Voor het eerst gaat het nu gebeuren, dat we de districtsraad erbij betrekken. U weet, Paramaribo heeft 12 resorten. En de districtsraadsleden, dat zijn er 21, die kunnen ervoor zorg dragen dat de boodschap van dit nobel streven, dat die gaat in alle hoeken van het land. En daarbij worden ook de resortsraadsleden bij betrokken. En dat kan ook gevolgen hebben van hun actie, want ze hebben speciale boxen waarbij de mensen hun gelden kunnen deponeren, doneren. De stichting is reeds een paar weken geleden middels bekende personen gestart met de inzameling voor 2021. Maar morgen begint officiële campagne waarbij een ieder persoonlijk een donatie mag doen. De stichting heeft voor de uitbreiding en de renovatie van het neerdialysecentrum ruim 500.000 euro nodig. Zowel Desi Bolla als het stichtingsbestuur doen een beroep op de samenleving om te doneren, zodat ook dit maatschappelijk doel kan worden gerealiseerd.